Het Nederlands elftal staat in de achtste finale van het Europees kampioenschap tegen Roemenië. Nederlanders in de achtste finales van het EK tegen Roemenië. Het Europees kampioenschap 2024 nadert langzaam zijn hoogtepunt. En de spanning stijgt zowel voor de fans als voor de teams. Na een intensieve groepsfase heeft het Nederlandse nationale team, bekend als Oranje, zich gekwalificeerd voor de achtste finale. Daar spelen ze tegen het Roemeense nationale team. De wedstrijd belooft spannend te worden en trainer Ronald Koeman blijft optimistisch. De Nederlanders hebben sterke prestaties laten zien in groep B en hebben de eerste plaats veiliggesteld. Met een solide team bestaande uit tal van getalenteerde spelers, zoals Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis de P, heeft het team bewezen goed voorbereid te zijn, zowel aanvallend als verdedigend. Koeman, die sinds 2018 als coach fungeert, heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van dit team en is vastbesloten om zijn mannen de Europese titel te bezorgen. Roemenië heeft zich als taaie tegenstander bewezen en eindigde op de tweede plaats in groep D. Hun weg naar de achtste finale was niet gemakkelijk, maar met een vastberaden verdedigingsstrategie en indrukwekkende prestaties van spelers zoals Ianis Hagi en Vlad Sjirishev wisten ze zich te kwalificeren. Koeman weet dat Roemenië een uitdagende tegenstander zal zijn, maar hij is ervan overtuigd dat zijn team de nodige vaardigheid en kracht heeft om deze wedstrijd te winnen. De Nederlandse selectie heeft zich als zeer veelzijdig bewezen. Spelers zoals Matthijs de Licht en Denzel Dumfries hebben uitstekend werk geleverd in de verdediging, terwijl Steven Bergwijn en Memphis de P. voor gevaar hebben gezorgd in de aanval. Franky de Jong heeft op het middenveld gezorgd voor stabiliteit en heeft steeds goede passes naar voren gespeeld. De tactische flexibiliteit van Koeman en zijn vermogen om het spel te lezen en daarop te reageren zijn grote sterke punten van zijn trainerstijl gebleken. Roemenië daarentegen vertrouwt op een goed georganiseerde verdediging. Mirel Radoy heeft een sterk team opgebouwd dat goed samenwerkt en vooral effectief is in de omschakeling. Janis Hagi, de zoon van de legendarische George Hagi, heeft zich bewezen als sleutelspeler op het middenveld en is altijd een bedreiging voor de verdediging van de tegenstander. Ook Vlad Giriges, de aanvoerder van het Roemeense team, speelt een centrale rol in de verdediging. De ontmoeting tussen deze twee teams brengt ook historische elementen met zich mee. De Nederlanders en de Roemenen zijn in het verleden meerdere keren tegen elkaar gekomen. En elk van deze confrontaties was gekenmerkt door groot interesse. Met een balans die lichtjes in het voordeel van de Nederlanders spreekt, komt daar nog bij dat de teams van vandaag heel anders zijn dan een paar jaar geleden, wat het spel onvoorspelbaar en opwindend maakt. Men moet ook letten op de jonge talenten, die zowel bij de Nederlanders als bij de Roemenen schitteren. Spelers zoals Cody Gakpo en Ryan Gravenberg hebben al indruk gemaakt met uitstekende prestaties en zouden de x-factoren in deze beslissende wedstrijd kunnen zijn. Deze ontmoeting in de achtste finales is meer dan alleen een stap in de richting van een mogelijke Europees kampioenschapstitel. Het is ook een test voor de zenuwkracht, tactiek en onvermoeibare inzet van beide teams en hun trainers. De spanning voor de wedstrijd is voelbaar. En de fans van beide kampen hopen op een spannende ontmoeting. De voetbalwereld kijkt gespannen uit naar deze belangrijke wedstrijd. Zullen de Nederlanders hun favoriete rol kunnen waarmaken? Of zal Roemenië voor een verrassing zorgen? Dat zal komend weekend in het stadion van München blijken. Auteur Anita Vaken, donderdag 27 juni 2024.